Volgens de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt schuilt het zelf in de structuur van de wil en speelt de liefde een belangrijke rol in die structuur. Frankfurt die denkt eigenlijk over vrije wil op de volgende wijze. Hij zegt: laten we eens kijken naar vrij handelen. Vrij handelen is, zoals we eigenlijk allemaal wel weten, handelen zoals jij wil. Nou, dan moet het ook niet zo moeilijk zijn om te bedenken wat vrij willen is. Vrij willen is namelijk willen zoals jij wil. En dat wil dus zeggen, zou je kunnen zeggen, dat verlangens, of dingen willen, betrekking kunnen hebben op verschillende zaken. Namelijk, ze kunnen betrekking hebben op iets doen, wat een rol speelt bij vrij handelen. En verlangens die betrekking hebben op een handeling, of iets wat je zou kunnen doen, dat zijn zogenaamde eerste orde verlangens. Dan zijn er ook verlangens die betrekking hebben op andere verlangens. Verlangens van een n-orde, zolang n maar groter is dan 1. Want je kunt ook verlangens met betrekking tot verlangens, met betrekking tot verlangens, met betrekking tot iets doen hebben. Dus je kunt een enorme hiërarchie hebben van verlangens over andere verlangens of over andere mentale toestanden. En het is die structuur. Die Harry Frankfurt graag uit wil buiten in zijn theorie over vrije wil als zelfverwerkelijking. Ook en de orde verlangen heeft overigens betrekking op een verlangen van een orde n-1. Even voor de duidelijkheid. Nou, voordat we gaan bespreken hoe dan die structuur precies relevant is voor vrije wil, moeten we eerst een aantal van de begrippen introduceren die. Frankfurt gebruikt in het uiteenzetten van zijn theorie. Allereerst is voor Frankfurt het begrip wil een heel specifiek begrip, een soort technische of theoretische term. Wat iemand wil is iemands effectief eerste orde verlangen. Wil heeft dus te maken met verlangens die betrekking hebben op iets doen, maar niet zomaar verlangens die betrekking hebben op iets doen, maar het effectief eerste orde verlangen. Wat betekent effectief hier nou? Effectief heeft die betrekking op het feit dat het eerste orde verlangen uiteindelijk de motiverende factor is die je daadwerkelijk aanzet tot handelen. Want, zo zegt Frankfurt, er zijn natuurlijk altijd verschillende verlangens die als het ware samen strijden om dat verlangen te worden op grond waarvan je uiteindelijk handelt. Je kunt het verlangen hebben om bijvoorbeeld een goed cijfer te halen en tegelijkertijd het verlangen hebben om de film te kijken die vanavond op tv is. Beide zaken zijn eerste orde verlangens, beide zaken zijn ook echt verlangens die je hebt, maar de wil is slechts dus dat effectief eerste orde verlangen. Dus als je uiteindelijk besluit een tv te gaan kijken, dan is dat verlangen jouw wil. De tweede orde verlangens, waar we het daarnet over hebben gehad, een groepje daarvan, dat zijn de zogenaamde tweede orde volities. En tweede orde volities zijn verlangens om in eerste orde verlangen de wil te laten zijn. Dus het zijn niet zomaar verlangens over verlangens om iets te doen. Maar het zijn verlangens over verlangens om iets daadwerkelijk uit te gaan voeren. En dan komen we op het idee van een persoon. En het idee van een persoon dat is belangrijk omdat alleen aan personen het toekomt om een vrije wil te hebben. En de persoon is iemand met tweede orde verlangens om iets zijn wil te laten zijn. Oftewel iemand met tweede orde volities. Een persoon wordt door Frankfurt gecontrasteerd met een wilde bras het Engels een wanton. En een wanton is, is iemand zonder die tweede orde volities. Let wel, iemand zonder tweede orde volities kan prima een wil hebben en kan dus ook prima eerste orde verlangens hebben. Hij kan zelfs tweede orde verlangens hebben, zolang die tweede orde verlangens maar geen tweede orde volities zijn. Waarom zijn die tweede orde verlangens nou zo belangrijk? Waarom zijn ze volgens Frankfurt zelfs noodzakelijk om zelf iets te willen? Want noodzakelijk om een persoon te zijn. Nou, ze zijn belangrijk omdat je zonder reflexiviteit, zonder dat je verlangens hebt over verlangens, geen zelf hebt. We hebben dat aspect van zelfverwerkelijking, reflexiviteit al eerder gezien. Maar reflexiviteit krijgt bij Frankfurt een heel specifieke invulling, namelijk het hebben van tweede orde volities. En het staat dus ook heel centraal in zijn theorie over vrije wil, vrije wil als zelfverwerkelijking, want zonder reflexiviteit ben je geen persoon, en zonder persoon te zijn kun je ook niet zelf iets willen. Zo zegt Frankfurt althans. Nou, een bekend voorbeeld dat Frankfurt gebruikt en dat ook anderen gebruiken om de theorie van Frankfurt te illustreren, is het voorbeeld van de zogenaamde onvrijwillig verslaafde. Want Frankfurt kan heel mooi laten zien, of kan heel mooi beschrijven aan de hand van zijn theorie, waarin dus zo'n hiërarchie van verlangens een belangrijke rol speelt, wat het eigenlijk inhoudt om onvrijwillig verslaafd te zijn. Want bedenk je, bedenk je een onvrijwillig verslaafde? Een onvrijwillig verslaafde heeft een eerste orde verlangen om heroïne te spuiten. En feitelijk is het natuurlijk zo dat een onvrijwillig verslaafde ook daadwerkelijk heroïne spuit. Dus dat eerste orde verlangen is niet zomaar een eerste orde verlangen, het is zijn wil. Het is zijn wil om heroïne te spuiten. Echter, hij heeft waarschijnlijk ook een tweede orde volitie om niet te verlangen om heroïne te spuiten. Want je kunt je voorstellen uh, dat, en dat zit natuurlijk ingebakken in het idee van een onvrijwillig verslaafde. Maar je kunt je ook in meer algemene zin voorstellen dat dit gewoon bij verslaafden het geval is. En dat dus de meeste verslaafden onvrijwillig zijn. Dat zij als het ware in hun misschien wat kalmere momenten. En de momenten waarin ze niet gedreven worden door dat verlangen naar heroïne. Op zichzelf reflecteren. Dus daar zit die reflectie weer in. En die tweede orde volitie, hebben of ontdekken of krijgen om niet te verlangen om heroïne te spuiten. Feitelijk willen ze wel heroïne spuiten, maar liever zouden ze dat, dat verlangen niet hebben. En dat kan Frankfurt mooi laten zien door die structuur en door die hiërarchie die onderdeel is van zijn theorie. Je zou kunnen zeggen. Dat er als het ware voor die verslaafde een soort standpunt is van, van waaruit hij zijn verslaving verwerpt. Ja, de verslaving is onderdeel van zijn uh, geestelijke leven. Ja, de aandrang om heroïne te spuiten is iets dat in hem voorkomt. Ja, het daadwerkelijk spuiten van heroïne vindt plaats in zijn lichaam. Maar tegelijkertijd is er binnen zijn geest ook een plek. Dit is wat metaforisch, maar in ieder geval een onderdeel dat negatief staat ten opzichte van het spuiten van die heroïne. Of in ieder geval negatief staat ten opzichte van het verlangen om heroïne te willen spuiten. En precies dit standpunt van waaruit hij zijn verslaving verwerpt, dat kan als zijnzelf worden gezien. En daarom is het spuiten van die heroïne iets wat hij doet, wat hij onvrijwillig doet waarbij onvrijwillig, hè, dus kan worden geduid in termen van vrije wil als zelfverwerkelijking, die in dit geval dus juist ontbreekt, zo zou Frankfurt zeggen. Nou, reflexiviteit, dus hogere orde verlangens, zijn duidelijk noodzakelijk om een persoon te zijn. Dat sluit aan bij die aspecten van uh, zelfverwerkelijking of van vrije wil als zelfverwerkelijking, die we al eerder hebben gezien. En die reflexiviteit, hè, die stelt dus die hogere orde verlangens. Maar, en nu komen we op een kritiek op Frankfurt, en een kritiek die Frankfurt zelf ook ter harte heeft genomen: de hoogte van de orde bepaalt niet of iemand met dat verlangen geïdentificeerd kan worden. Dus daarnet in het voorbeeld van de onvrijwillige verslaafde werd eigenlijk gesteld dat zijn tweede orde, ...politie, zijn zelf is... ...en dat omdat... ...zijn verlangen om heroïne te spuiten... ...niet... ...verenigbaar is met... ...dat... Of ...met die tweede orde politie... ...er een conflict is... ...binnen zijn wil... ...en dat wat hij eigenlijk wil... ...dat wat een uitdrukking van zijn zelf zou zijn... ...geïdentificeerd kan worden met die tweede orde politie. Maar eigenlijk... Is het volkomen arbitrair om die tweede orde-volitie tot de volitie te maken die met het zelf of die persoon geïdentificeerd kan worden? Want stel nou dat er bijvoorbeeld een derde orde-verlangen zou zijn, dan is het totaal onduidelijk waarom dat derde orde-verlangen meer een eigen verlangen zou zijn dan bijvoorbeeld een tweede orde-verlangen. Maar het is ook duidelijk waarom het minder een uh, verlangen zou zijn waarmee iemand zelf geïdentificeerd kan worden. Dus de daadwerkelijke hoogte van een verlangen in de hiërarchie van verlangens zegt in wezen niks over de mate waarin dat verlangen al dan niet onderdeel is van iemands zelf. Oftewel, je zou kunnen zeggen, het hebben van tweede orde volities is dus niet voldoende om uit vrije wil te handelen, want het zou zo kunnen zijn dat er een conflict is tussen uh, de tweede orde volities en bovendien kun je sowieso niet um, iemand identificeren met volities van een bepaalde orde, of dat nou tweede orde of derde orde of vierde orde of vijfde orde volities dan wel verlangers zijn. Het is onmogelijk om op grond van de hoogte van de orde waartoe het verlangen behoort, te stellen dat dat verlangen meer tot iemand zelf behoort dan eventuele andere verlangens. En dat maakt het lastig binnen Frankfurt's theorie om aan te geven wat nou precies dat zelf is dat verwerkelijk wordt wanneer iemand uit vrije wil handelt. En dat roept de vraag op: wat is er dan wel voldoende om uit vrije wil te handelen als het niet de hoogte is van. Um, een verlangen binnen de orde van verlangers. Nou, we hebben dan dus niet een structureel verschil nodig. We hebben dan dus niet een verschil nodig in termen van de plek die een verlangen of dat een verlangen in de hiërarchie inneemt. Maar we hebben een kwalitatief verschil nodig. Het verlangen moet van een heel andere aard zijn. En Frankfurt geeft verschillende duidingen van dat kwalitatieve verschil. Een van de dingen die hij zegt is dat het uiteindelijk zo moet zijn. Dat iemand de beslissing neemt dat een verlangen uh, zijn, zijn zelf uitmaakt, een verlangen tot hem behoort. Hij zich kan identificeren met het verlangen. En die beslissing, die moet, zoals Frankfurt dat dan noemt, resoneren door de gehele hiërarchie van verlangens. En wat moet dat nou? Inhouden dan eigenlijk dat resoneren door de gehele hiërarchie van verlangens. Nou, Frankfurt geeft daar een aantal duidingen van. Hè. Re resoneren is, is weerklinkend, Alsof vanuit dat verlangen eigenlijk alle verlangens worden besmet. Zoals de cirkels die ontstaan wanneer je een steentje in de vijver gooit... die de gehele vijver uiteindelijk doortrekken. Nou, zo'n beslissing die resoneert door de gehele hiërarchie van verlangens... die moet doorslaggevend zijn. Dat wil zeggen, hij moet genomen zijn en daarna moet het ook klaar zijn, zou je kunnen zeggen. Hij moet ook gemaakt zijn zonder terughoudendheid. Dus er moet geen twijfel zijn, er moet geen enkele reserve zijn. Dit moet de uh, beslissing zijn. En tenslotte, en dit is misschien wel de belangrijkste of de makkelijkste manier van het duiden: um, het moet ervoor zorgen of het moet genomen zijn op grond van de overtuiging dat verder nadenken. Over deze beslissing ten aanzien van een verlangen, niks zou veranderen aan het uiteindelijke perspectief dat die persoon op dat verlangen heeft, of de verlangens die iemand uh, zou willen hebben. Dus als die beslissing eenmaal genomen is, dan moet het zo zijn dat verdere evaluatie, volgens de persoon zelf althans, niks nieuws op zou leveren. Om dit wat duidelijker te maken, is het zo dat Frankfurt een bepaalde analogie geeft, een bepaalde vergelijking geeft. En die vergelijking is wiskundig van aard. Hij zegt: stel dat je bezig bent met het uitvoeren van een uh, berekening, of stel dat je bezig bent met het, uh, het oplossen van een wiskundig probleem. Hoe kun je dan op verantwoorde wijze stoppen met narekenen? He, zoals je ook op verantwoorde wijze kunt stoppen met nadenken of evalueren of reflecteren op jouw verlangens. Nou, zegt hij, je zou natuurlijk kunnen zeggen: het kan mij allemaal niks boeien, ik heb het nu drie keer uitgerekend. Het zou best eens fout kunnen zijn, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er ook niet per se helemaal zeker van, maar ik heb er gewoon geen zin meer in om daar mee, me daarmee bezig te houden. Dat is eigenlijk het wiskundige equivalent van een wilde bras. Iemand die dus niet geeft om zijn eerste orde verlangs. Dus niet geeft om wat hij doet. En dus geen tweede orde volities heeft. Maar, zegt hij, je zou ook in een andere toestand kunnen zijn. Namelijk een toestand waarbij je aandachtig met, die wiskundige, met dat wiskundige probleem in de weer bent geweest. Waarbij je een oplossing hebt gevonden. En waarvan je de overtuiging hebt dat wat je ook doet, of je het nou nog een keer op de rekenmachine uitrekent, nog een keer op papier uitrekent, met de computer uitrekent, met behulp van iemand anders uitrekent, je bent ervan overtuigd dat de uitkomst nooit meer zal veranderen. En dan berust je er als het ware in dat dit de juiste uitkomst is. En dat lijkt op de manier waarop je een resonerende beslissing neemt ten aanzien van jouw verlangens. Je berust erin dat dit het juiste is. In de overtuiging dat geen verder werk, hè, narekenen of reflecteren. ervoor zou kunnen zorgen dat je de beslissing zou herzien. Frankfurt geeft ook een andere manier om te duiden. Um, welke verlangens nou daadwerkelijk tot een persoon behoren. Met welke verlangens een persoon of een zelf geïdentificeerd kan worden. En in die andere duiding speelt liefde een belangrijke rol. Liefde is voor um, Frankfurt nadrukkelijk niet iets wat alleen maar betrekking heeft op een persoon. En voor zover het betrekking heeft op personen, is het ook niet altijd liefde van een romantische aard. Maar die dingen die we lief hebben, dat zijn de dingen waar we voor willen zorgen. En dat zijn de dingen die voor ons intrinsieke waarden vertegenwoordigen. Wat we lief hebben, zegt Frankfurt, kunnen wij niet kiezen. De aard van liefde is dat liefde ons overvalt. Dat ervaren we in romantische liefde, maar misschien wordt het nog wel het meest ervaren in de liefde voor ons nageslacht. Kinderen waarvan veel mensen in ieder geval. Niet anders kunnen dan houden. Kenmerkend voor wat wij liefhebben, en daarmee ook kenmerkend voor de liefde, is dat het belang van wat wij liefhebben altijd bepalend is voor onze keuzes. Dit is wederom een karakterisering die Frankfurt aan liefde geeft, maar het is niet een vreemde karakterisering die losstaat van ons begrip van liefde, liefhebben, want is het niet zo? Dat liefhebben altijd een zekere mate van onbaatzuchtigheid met zich meebrengt. En bovendien ook altijd een zekere mate van hogere prioritisering met zich meebrengt. Als jij iemand lief hebt, dan kan het niet zo zijn dat je hem of haar opgeeft voor een koffiebroodje. Er zou dan veel meer moeten gebeuren. En anders heb je die persoon gewoon niet lief. Dan nou zou je kunnen zeggen: hé, hey, maar wacht eens even. Als wat wij liefhebben iets is wat wij niet kunnen kiezen. Als dat ons overvalt, waarom lijkt dat dan niet heel erg op een verslaving? En hoe kan het dan zo zijn dat um, de verslaving iets onvrijwilligs is? En dat liefde blijkbaar juist essentieel is om uh, uit vrije wil te kunnen handelen en om daarin jezelf te kunnen verwerkelijken? Nou, zegt Frankfurt, ja, het lijkt in een zekere zin op een verslaving, omdat het ons overvalt en omdat we niet kunnen kiezen. Maar anders dan een verslaving is ze ons volkomen eigen natuurlijk hadden we ook iemand anders lief kunnen hebben. En in die zin behoort het niet tot jouw identiteit als een persoon... tot wie jij bent, dat je die persoon lief hebt. Maar nu we lief hebben wie we lief hebben... is deze liefde essentieel. Maakt die liefde deel uit van onze essentie. En als datgene wat deel uitmaakt van onze essentie... zijn net verlangens die uh, wanneer wij daarop uh, handelen... Um, bij uitstek het soort verlangen vormen dat uh, uh, verwerkelijk kan worden. Waarbij die verwerkelijking dus een vorm van zelfverwerkelijking is. Omdat die verlangens die horen bij liefde essentieel zijn voor, deel uitmaken van, de kern van wat iemand als persoon is.